Yo! Mijn naam is Ryan en ik volg de opleiding Media Informatie Communicatie, wat ze meestal MIC noemen, of MIC. Ja, hoe ik bij deze studie terecht ben gekomen. Hiervoor heb ik het MBO gedaan in 4 jaar. Nee, 4,5 jaar. 5. Ik had een jaartje verpest. Ik zou me inschrijven voor een opleiding commerciële economie, ook op een andere school. Ik zou dat ook in 2 jaar doen in een, hoe heet dat ook alweer? Associate degree. Ja, daar had ik wel zin in, ook omdat het 2 jaar zou duren. Maar dat was gewoon niet echt mijn ding. Maar het was meer van, hey, weet je, daar is geld in te verdienen, dus dan moet het wel goed komen. En toen op een spontane zaterdagochtend heb ik mij aangemeld voor de BNNVARA Talent Week. Dat is wel een grappig verhaal. Ik moest werken op een vrijdagnacht. En op vrijdagmiddag had ik afgesproken met een vriendinnetje en haar beste vriendin. Die liep op dat moment stage bij BNNVARA, de televisieomroep. En daar hadden we het over. En toen kwam ik thuis en toen heb ik een snelle powernap gedaan voor werk. En toen had ik gedroomd dat ik presentator was bij BNNVARA. En vervolgens kwam ik op werk, was het personeelstoilet was kapot. Dus ik nog een beetje met mijn slaperige hoofd naar het normale toilet. En wat zie ik daar? Een grote poster met: word jij de nieuwe collega van Geraldine Kemper? Meld je dan nu aan voor de BNNVARA Talent Week of Talent Academy. En ik dacht, nah, dit moet gewoon. Dit is gewoon meant to be. Dus ik heb me aangemeld. Ik heb een mooi verhaaltje verzonnen. En ik ging van ronde 1 naar ronde 2 naar ronde 3 naar uiteindelijk de laatste 10. En toen dacht ik, ja, dit wil ik. En helaas ben ik niet toegelaten tot de Academy. Maar toen ben ik wel onderzoek gaan doen naar een studie in de media. Dus toen koos ik voor Media, Informatie, Communicatie. Goed verhaal. Ik ben niet eens naar een open dag geweest. Ik heb gebeld, is er nog plek? Nou, het bleek een open studie te zijn, dus er was sowieso nog plek. Toen heb ik de studiekeuzecheck gedaan, 2 weken voordat de studie überhaupt begon. Het advies was niet bindend, dus ik vond het al lang prima. En toen ben ik aan de studie begonnen. Ik ben daarnaast dus ook YouTuber geworden voor de HVA, omdat ik het heel leuk vind om te doen. Maar ook om mezelf te ontwikkelen als presentator, als editor, als cameraman. Dus ja, dat is waarom ik deze studie doe, waarom ik dit doe. Ik ben ook wel gaan kijken naar vergelijkbare studies, zoals journalistiek in Utrecht of journalistiek in Zwolle. Maar ik wilde eigenlijk altijd al het liefst in Amsterdam studeren. Ik ben in Amsterdam geboren. Ik heb een deel van mijn MBO in Amsterdam gedaan. Ik heb gesport in Amsterdam. Veel van mijn vrienden wonen in Amsterdam. In mijn ogen was er eigenlijk maar één optie en dat was studeren in Amsterdam. Dus al was Utrecht heel goed geweest, al was Zwolle net zo goed geweest, ik was waarschijnlijk toch naar Amsterdam gegaan. En dat bleek uiteindelijk zo. En zo is mijn studiekeuze tot stand gekomen. Nou, ben jij op dit moment zelf bezig met een studiekeuze? En wil jij daar graag bij geholpen worden? Dan heeft Joey hier een video gemaakt over hoe jij het beste je kan voorbereiden op een open dag. Kijk daar vooral even naar. En ik zie jou snel weer bij de volgende video op het HVA YouTube kanaal. Ciao!